man van het eerste uur. Toen het voet- en fietsveer in 2002 het ruime sop koos tussen Blitterswijk en de overkant, was Pieter als de kippen bij. Ja, hoe komt het erbij terecht? Via het Prochtjebleidje stond er een advertentie, schippers gezocht. Waarom niet? Ik had niks met bootjes, helemaal niks. Ik was zelfs bang. Als een boer een beetje zo deed, als je naar Engeland ging of zo, en denk van, moet ik niks van hebben. Nou, en heb ik Fabius geholpen en ook. Schitterend, schitterend hobby. 20 jaar later zijn er hordes toeristen, dagjesmensen en passanten overgezet. Met dank aan de trouwe bemanning van de Kobus. Allemaal gepensioneerde vrijwilligers. De kranige veermannen houden de verbinding over de Maas springlevend. Dit is ook leuk, dit is er ook leuk aan. Ja. En je moet opletten dat je geen water op de boot krijgt, hè. Dat is ook wel zoiets. Dat gebeurt ook wel eens, per ongeluk. Dus eigenlijk zit je al een beetje een zeeman geworden. Ja, een beetje wel. Alleen die zeebenen, dat gaat nog niet zo goed. Blij dat er weer toes is. Ja, dat wel, ja. Maar je vond het wel erg mooi om te doen. Ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat je nog moet stoppen. Ik kan me voorstellen dat je dit heel erg goed missen. Tuurlijk. Tuurlijk. Dat is ook wel begrijpelijk, denk ik. Ja. Pas op voor de pet. Behalve Piet heeft ook Hans Tromp inmiddels afscheid genomen als veerman. Vrijwilligers mogen zich melden, zegt het voort. Nieuwe helden gezocht voor de Kobus. Het voet- en fietsveer tussen Blitterswijk en Wellerlooi.